Jelle, ja, je had er denk ik wel een ander debuut voorgesteld, hè? Ja, zeker. We verliezen met 4-1. Ja. In mijn ogen, eerste 35 inderdaad goed voetbal laten zien. Is dit? Inderdaad goed voetbal laten zien. Ja, voor mij als die kans erin gaat, is een andere wedstrijd inderdaad. Ja. Inderdaad, je zegt het helemaal goed, want jij kreeg een goede kans op 1-0 te maken. Die gaat er niet in en dan valt hij aan een andere kant. Ja, dat is een beetje rot gevoel dan, hè? Ja, was extra zuur inderdaad. Ja. Zeker omdat hij 1 minuut daarna kwam. Was inderdaad een extra zuur dat hij die kans miste. Ik zag je een paar goede loopbewegingen maken en dat je riep om de bal, maar ze wisten je helaas niet te bereiken. Nee, niet altijd. Nee. Daar heb je helemaal gelijk in. Het is nog even een beetje wennen. We hebben een paar wedstrijden natuurlijk met elkaar gespeeld. Maar wat de trainer zegt, voorbereiding duurt wat langer bij ons. En op een gegeven moment inderdaad komt het wel, denk ik. Ja, het zijn van de week natuurlijk een paar nieuwe jongens zijn erbij gekomen. Het is dan een beetje aan elkaar wennen allemaal. Hè? Dat, ja, misschien dat het pas oktober wordt. Dat je eigenlijk zegt van nou jongens, nu gaat er een olie in de machine lopen. Ja, oktober. Het zal wel erg laat zijn, hè? Vind ik ook wel erg laat inderdaad. Ik hoop dat het eind september de goede kant op gaat. Ja. Dat we echt meedoen voor overwinningen. Dat we richting de middenmoot weer gaan. En, ja, wat ik zeg, de eerste 35 minuten en met de strijd van de tweede helft is het inderdaad een prima wedstrijd om zo op te bouwen eigenlijk. Hoe voel jij jezelf hier bij Alphense Boys? Sorry? Hoe voel jij jezelf binnen Alphense Boys? Ik goed ontvangen, echt heel goed ontvangen vind ik. Leuke groep, getalenteerde groep, wel nog van een laag niveau. Dus ja, ik vind het eigenlijk wel leuk. Ja, er zijn jongens die komen van de derde of vierde klasse die nog aan moeten passen natuurlijk. Hè. Maar ja, dat zit er toch wel goed aan te komen, hè? Ja, zeker. Wat ik zeg inderdaad, die 35 minuten in de eerste helft waren gewoon goed voetbal eigenlijk. Kom je gewoon met 0-0 en ja, we komen eigenlijk weer terug. Als ik die kans afmaak, is het gewoon een andere wedstrijd. Blijft het dan lang meespelen in je hoofd? Meespelen vind ik een groot woord, maar het is meer van als die kans inderdaad afmaak, dan is het ander voor mij. Voor het gevoel is het een ander, zeg maar. Het is niet dat ik er nu weken mee ga zitten, omdat het nog steeds 4 tegendoepen te krijgen. Dat natuurlijk ook. Komt dan natuurlijk ook door het verdedigen van de aanval voor iedereen. Maar ja, het is niet dat ik nu echt heel slecht ga voetballen omdat ik in mijn hoofd ga zitten, nee. Nee, dat moet je zeker niet doen. Kijk, je bent al jong voor. En ik hoorde ook, tenminste ik hoorde je ook vertellen van dat je een betaald voetbal nog steeds niet in je hoofd gezet hebt, hè? Nee, klopt. Ik heb het nog steeds niet aan mijn hoofd gezet. Het wordt natuurlijk wel een moeilijke opgave. Maar ik ben nog jong, dus we kunnen het zien. Goed seizoen hier draaien. En dan kijken wat de volgende stap is. Eerst een goed seizoen draaien, kijken we dan volgend jaar horizontaal overstappen naar de vierde klas zaterdag. Dan krijg je lekker op zaterdag voetballen. Trekt iets meer als de zondag, hè? Ja, zeker inderdaad. Het is inderdaad nog 1 jaartje zondag. Dus was inderdaad een keuze dat ik heb gemaakt om nog 1 jaar op zondag te spelen in plaats van op een zaterdag team. Dus. Maar ik heb geen spijt van mijn keuze, dat niet. Nee. Jelle, maak er een mooi seizoen van en we spreken elkaar. Dank u wel, zeker.